Maanden wachten op een medische behandeling. In een ander ziekenhuis kun je soms al veel eerder terecht. Binnen een week kon ik ergens anders terecht. En waar dan? In Zorgzaam. In Terneuzen. Maar doorverwijzen, daar doen de ziekenhuizen bijna niet aan. En verder in deze uitzending. Irritatie omdat afdakjes niet meer mogen. En Axelaar zorgt voor verwarring met oude politieauto. Goedenavond. Bij het ene ziekenhuis kunnen patiënten soms maanden eerder terecht voor een behandeling dan bij het andere ziekenhuis. Dat blijkt uit een inventarisatie van de wachttijden bij ons in de regio. Maar toch, doorverwijzen, dat gebeurt praktisch niet. Heb je een eenvoudige, gangbare behandeling nodig waar geen spoed bij is, dan wacht je in het ene ziekenhuis veel langer dan in het andere. Neem bijvoorbeeld de spataderbehandeling. In ziekenhuis Zorgzaam moet je er 87 dagen op wachten. Bij ziekenhuis ADRZ ben je een maand sneller aan de beurt. We proberen wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar soms lukt het niet. Omdat er ook schaarste is aan personeel. Bij de meeste andere behandelingen zijn de wachttijden in Terneuzen weer veel korter dan in Goes. Voor het plaatsen van buisjes in het oor bijvoorbeeld sta je bij ADRZ zo'n 100 dagen op de wachtlijst. Veel langer dan bij Zorgzaam. Het grootste verschil is te zien bij orthopedie. Bij ADRZ wacht je 5 maanden op een nieuwe knie, bij Zorgzaam maar een maand. Hoe komt het dat het ziekenhuis op zoveel behandelingen langere wachttijden heeft? We hebben het afgelopen zomer weer meer spoedpatiënten geopereerd dan we ooit hebben gedaan. Ja, dat betekent dat je daar tijd voor in moet ruimen en iets minder planbare zorg kunt doen. Wat ook meespeelt is dat we in onze regio veel covid-zorg hebben gehad afgelopen tijd. Ook nu in september nog, covid en griep. En dat betekent dat je planbare zorg moet annuleren. Heeft u lang moeten wachten? Nou, een half jaar. Een half jaar voor wat? Vaatonderzoek. Ja. Vond u dat lang? Nou, eigenlijk wel. Natuurlijk is er wel eens iets dat al een keertje langer moet. Maar ja, het is ook druk. Je bent niet alleen. Hey. Dat de wachttijden tussen ziekenhuizen zo kunnen verschillen, dat weten de meeste mensen niet. En dat je je zorgverzekeraar kunt vragen om ergens anders sneller aan de beurt te komen, dat weten de meeste mensen al helemaal niet. Weet u dat je bij een ander ziekenhuis kunt aankloppen? Nee, dat wist ik niet. Nee. En dat je je zorgverzekeraar kunt vragen om sneller aan de beurt te komen ergens anders? Ook niet, nee. En in andere ziekenhuizen moeten patiënten veel minder lang wachten. Waarom verwijst het ziekenhuis dan niet door? Oh, dat heeft verschillende redenen. Patiënten zijn vaak zelf gebonden aan een ziekenhuis of hebben een goede band met een arts en willen toch liever in dit ziekenhuis blijven. Er is natuurlijk altijd ruimte voor een patiënt om naar de zorgverzekeraar te gaan voor zorgbemiddeling. Ik vind dat ziekenhuizen heel goed moeten leren samenwerken. Dat proberen we ook met het ADRZ en je ziet ook dat dat steeds beter gaat. En de eerstvolgende afspraak was over een maand. En toen had ik spieren gescheurd in mijn schouder. Dus dat heb ik geregeld. En binnen een week kon ik ergens anders terecht. En waar dan? In Zorgzaam. Artsen verwijzen zelf bijna niet door. Dus wil je ergens anders aan de beurt komen, moet je zelf het heft in handen nemen. Minister Robert Dijkgraaf nam vandaag een kijkje bij het hoger onderwijs in onze provincie. Want de manier waarop de universiteit, het hbo en het mbo hier samenwerken, zoals straks in het nieuwe Joint Research Center, is een voorbeeld voor de rest van Nederland, vindt hij. Wat prachtig om hier eigenlijk de toekomst te zien. Dat alle vormen van opleiding evenveel waardering verdienen. En dat het niet om gaat of je praktisch of theoretisch bent, maar vooral als je als team kan samenwerken. Hoe mooi om het dan hier zo in de praktijk te zien. En ook nog eens een keer belichaamd in zo'n prachtig mooi gebouw. Hij hoopt dat deze Zeeuwse aanpak ook in de rest van het land toegepast wordt. Ik ben vaak op mijn werkbezoeken echt opgeladen als ik zie hoe men in de regio dingen wel voor elkaar krijgt die soms landelijk een stuk moeilijker zijn. Langs de Traktaatweg bij Axel is vanmorgen een auto in de sloot terechtgekomen. Een 30-jarige man uit Oss die naast het voertuig werd gevonden is aangehouden. Dat gebeurde nadat de man in het ziekenhuis was onderzocht.
De politie denkt dat hij onder invloed was van drugs. Ook had hij drugsgerelateerde spullen in zijn auto liggen. Schoonmakers van vakantiebedrijf Roompot krijgen een betere reiskostenvergoeding. Volgens vakbond CNV is Roompot overstag nadat eerder bij Landal en Europarks de reiskostenvergoeding al was verhoogd. Door de hoge brandstofprijzen voldeed de vorige regeling niet meer, zegt de bond. En straks in deze uitzending een oude politieauto met de originele strepen. Mag die nou wel of niet de weg op? Maar eerst, grote consternatie bij de bewoners van de wijk Westerzicht in Vlissingen. Honderden bewoners van die wijk hebben via een brief van de gemeente te horen gekregen dat afdakjes en andere bouwsels in de voortuinen, die er soms al decennia staan, binnen nu en 6 weken weg moeten zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een mooie serre. Ja, dat hebben we gemaakt jaren geleden voor de tocht. Kijk, hier gaat het om zulke afdakjes die al ik weet niet hoe lang staan. Krijgen wij een boze brief over van de gemeente dat het binnen de 6 weken weg moet zijn. Nou, ik was met stomheid geslagen. Want dit bouwsel, hè, dat zit er al van 1984. Maar er is nooit een vergunning voor aangevraagd en dus is het illegaal volgens de gemeente. De bewoners worden nu voor de keus gesteld slopen of alsnog een vergunning aanvragen. Met de daarbij komende kosten als gevolg. De brief, de toon en de timing wekt vrevel bij de bewoners. Ik heb dat door een vakkundige timmerman laten bouwen. Ik denk dat dat dak, als er een storm komt, dat mijn huis eerder weg is dan mijn dak. Of het nou om een afdakje gaat, een iets te hoge schutting of een carport, vrijwel iedereen hier in de wijk Westerzicht heeft een brief gekregen van de gemeente. Maar omdat de bouwsels er soms al tientallen jaren staan, de inspecties begin dit jaar zijn uitgevoerd en de brief nu pas op de mat valt, denken veel mensen dat de gemeente een ander doel heeft met de brief dan handhaving. Geldgebrek bij de gemeente, denk ik. Dan denk ik bij mezelf, joh, doe eens wat anders of ga meer ambtenaren zetten op de WMO, wat echt van belang is. En niet om een afdakje en mensen, in mijn beleving, om mensen wat centjes uit de zak te kloppen. De gemeente laat in reactie weten al 4 jaar bezig te zijn met het aanpakken van de illegale bouwwerken in Vlissingse voortuinen. Vanaf begin volgend jaar gaat de gemeente nog een keer controleren en dan dus eventueel ook boetes uitdelen. Dan naar het verhaal van Bas Jansen uit Axel. Hij kocht een oude politieauto die nog werd gebruikt in de film Flodder. Maar het plezier van die nieuwe aankoop was maar van korte duur. Want al tijdens zijn eerste ritje werd hij aangehouden door de echte politie. Bas Jansen zag zijn droomauto op internet en kocht hem meteen. Maar lang duurde de lol niet. Meteen bij zijn eerste rit werd hij aangehouden. Die man, ja, die kreeg ook zo van. Hè? Ik dacht dat we collega's tegenkwamen, maar ja, het was toch een hele oude auto, dit en dat. Kijk, van tevoren, toen ik hem kocht, had ik al zoiets van, ja, dat mag niet, weet je wel. Hè? Je mag de weg niet meer op. Ik dacht gewoon, echt puur voor te hebben, is het leuk, hè? Meer ook niet. Maar een medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, vertelde hem dat hij wel met de politiewagen mocht rijden. Dus hebben we dat ding in orde gezet. Dat is wel de gasinstallatie in, die hebben we eruit gehaald. En nog een keer teruggereisd naar de RDW, hè, voor dat van je kenteken af te halen. Mm-hmm. Nou, ik heb nog een keer gevraagd. Van goh, hè, het is zeker, hè, dat het mag. Goed, dat de jongen weer gezegd, het mag. Dus ben ik hem verder in orde gaan zetten. APK erop, noem maar op. Verzekerd. Ik dacht, daar gaan we de weg mee op. Ja. Maar dat duurde niet lang. De agent die hem aanhield, beloofde hem uit te zoeken hoe het zat. Toen kreeg ik een paar dagen later nog een telefoon. Die zei, ja, sorry, maar ik heb toch slecht nieuws voor je. Het mag toch niet? Ja, ik zeg, nou, dat vind ik wel heel erg vreemd. Waarom moet RDW tegen mij zo dat wel vermogen? Doet de sirene het nog? Nee, dat is het enige wat niet werkt. Want die moest eruit voor de Belgische keuring. Maar die kan er ook zo weer in. Maar goed, dat mag natuurlijk niet. Je mag sowieso de lampen niet gebruiken. Hè, Maar die doen het wel? Ze doen het wel, ja. Axel aansluit wel. Ja. Bas wil de auto graag in originele staat houden. Het is ook nog een bijzondere auto, hè? Ja, ja, dat is echt de originele filmauto van Flodder. Ja, van Baantje, had hij ook in gespeeld. Nee, die strepen, als ik die eraf zou halen, zou ik veel bozer gezegd te krijgen, denk ik. Ja. En zijn er nog meer van dat soort auto's uit die film? Ze hadden er 12 of 13, is mij verteld, van degene waar ik hem van gekocht heb, zeg maar. De 12, 13 stuks, toen de tijd, de jaren 80, hebben ze die gekocht. Uit het einde van het liedje zijn er maar 3 overgebleven. Die zijn of gelijk in brand gestoken voor de films of kapot gereden. Wel een beetje uniek natuurlijk dat je zoiets nog kan kopen.
Ja, nu kan je er niet mee rijden. Denk je dat je die auto nu gaat houden? Nee, ja. Ik zit een beetje in dubio van, ga ik hem houden voor te hebben? Maar goed, ja, ik moet ook weer overal neerzetten, droog. Hè. Maar ik wil hem ook niet op straat laten staan, dat is ook zonde. Dus ja, ik denk dat ik hem voor een leuk bod zou hij weg mogen. Ja. Maar goed, wat is een leuk bod, hè? Een beetje wat er gek ervoor geeft. Ja. Jammer. Ja, heel jammer. Volgens de politie is het verboden om rond te rijden met een auto met daarop die zogenoemde politiestriping, omdat de politie daar het copyright op heeft. Bas heeft inmiddels een goed bod gekregen en de auto een nieuwe eigenaar. Het was een ochtend met op veel plaatsen dichte mist, dauw bij de grond. Maar na een zonnige periode kwamen er uit het zuidwesten vanmiddag weer opnieuw wolken aanzetten. Morgen beginnen we met de opklaringen. Het is dan ook geruime tijd droog. Later morgenmiddag en morgenavond dan regenachtig. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.